Iedereen kent het Erasmusgebouw, met ruim 88 meter het hoogste gebouw van Nijmegen. Je vindt er onder andere de faculteiten Letteren, Religiewetenschappers en Filosofen. Het gebouw is, misschien wel duidelijk, vernoemd naar Desiderius Erasmus. Ook wel Erasmus van Rotterdam of Gerrit Gerrits. Een monnikenleven in een klooster lag voor hem eigenlijk voor de hand, maar dat vond hij allemaal veel te streng. In plaats daarvan besloot hij als geleerde rond te gaan reizen door Europa. En daar komt de naam van het uitwisselingsprogramma Erasmus vandaan. Gerrit was een humanist. Hij schreef misschien wel zijn bekendste boek De Lof der Zondheid. Hierin bekritiseerde hij de katholieke kerk om al de macht die uitgestraald werd en de waarde die werd gehecht aan pracht en praal. Bedevaarten, het vereren van heiligen, het verkopen van aflaten, dat was allemaal niks voor Gerrit. En je voelde hem al een beetje aankomen. Het boek werd uiteindelijk verboden. Overigens eerst door de Universiteit van Leuven voordat het door de kerk verboden werd. Maar dat kwam meer door een gebrek aan organisatietalent bij de kerk dan aan een gebrek aan wil. Erasmus schreef ook een boek met een verzameling spreekwoorden uit de Griekse en Romeinse tijd, die we dankzij hem nog steeds gebruiken. Bijvoorbeeld olie op het vuur gooien, van de mug een olifant maken en in één sprong twee wilde zwijnen vangen. Nou ja, dat laatste dat gebruiken we niet meer, maar daar maken we nu van twee vliegen in één klap. En als afsluiting nog een typische Erasmus-quote: niets is dwazer dan wijs zijn op het verkeerde moment.